Ja, dames en heren. En dan gaan we snel weer verder. Naar iemand anders die ook al voor het tweede jaar bij de Poetry Circle zit. Een warm applaus voor Emmy. Hallo. Mijn gedicht heet Verborgen Plekken. Jouw mond op mijn angsten. Je ademt op verborgen plekken. Tenminste, ik dacht dat. Ik dacht ze verborgen te hebben. Ik dacht dat. Maar je absorbeert, observeert, infiltreert, dirigeert mij. Onzichtbaar voor jouw genadeloze blik. Mijn hartslag wordt jouw hartslag. En we ademen, bewegen, zweten. Ik neem jouw ritme over. We dansen en bewegen op de schokken en golven van controleverlies die jij samen met mijn bloed door mijn lichaam jaagt. Maar wanneer jouw blik op mij gericht is, dan strelen jouw vingers langs mijn woede. Het wint je op wanneer vuur lekt uit mijn ogen. Je consumeert mijn vlammen zonder mij te verteren. Dit is een eeuwige brand. Dank je wel. Voor het volgende stuk gaan we door naar man. Er zijn niet heel veel mannen in de Poetry Circle. Ik weet niet waar dat aan ligt. Hebben jullie een idee? Nee, geen idee. Zijn mannen minder gevoelig? Vast niet. De volgende man is ook heel muzikaal. Ik zou graag naar het podium willen vragen. Mark.